Let nou op dat derde been van La Cuca. Lieve mensen. Oké. Allereerst. Hartstikke bedankt dat wij in... Wat zal het zijn? 100 uur? Bijna 1000 abonnees erbij hebben. We zijn gewoon over de 17k gegaan. Afgelopen twee video's bij elkaar 40.000 weergaven. Zo te zien aan de reacties, vinden jullie het leuk? Nice! Vind ik gewoon goed om te horen. We gingen natuurlijk hartstikke goed met de vorige video. We gingen 19-1. Dat kun je, heb je die video nog niet gezien? Kijk hem dan vooral even. We gaan het even doornemen hoe het de laatste 10 potjes is gegaan. Kan je vertellen? Vrij opmerkelijk. Ik had s'avonds ook nog 2 wedstrijden gespeeld. En 's ochtends de overige 8 wedstrijden. Ik wil er niet te veel op ingaan waarom. Maar het kon gewoon echt letterlijk niet anders. De discussie vond ook in de comments plaats. Zoals je ziet hier zo. Oblak of Courtois? Ter Stegen is ook nog een optie. Maar, oh mijn god, mensen. Courtois. Ja, ik weet niet of ik daar zo blij mee moet zijn. Wat moet ik doen? Courtois is zo bizar slecht af en toe. En dan is dus de vraag. Is dat gewoon het spel? Of is dat gewoon Courtois? Is elke keeper kut? Bah. Maar, nogmaals. Hartstikke bedankt voor de support. Je kan abonneren als je dat niet gedaan hebt. Zou ik super tof vinden. We gaan gewoon richting de 20k hopelijk voor het einde van dit jaar. Dat zou ik super tof vinden. Dat zou ik super leuk vinden. Dus je kan abonneren als je dat niet gedaan hebt. Doe er vooral ook even dat duimpje omhoog. Zou ik ook super tof vinden. En ja, laten we er geen doekjes om binden. We moeten die laatste 10 potten even nagaan samen. En aangezien jullie dat zo leuk vonden vorige keer, doe ik het gewoon weer lekker met commentaar. Dus hierbij de beelden. Nou mensen, daar gaan we dan. Onze allereerste pot. Ik was een klein beetje vergeten om de opstelling te bekijken en dat dus ook op te nemen, is me dus niet gelukt. Maar de allereerste pot, dit is dus de 21ste pot. We staan momenteel 19-1 en we komen gelijk lekker op achterstand. Is een lekker begin. En, maar oké, we maken hem snel goed. Mahrez, jullie kennen hem nog. Met dat linkerbeentje, lekker binnenkant paal, lekker in de kruising. Vinden we lekker. Del Piero kan ook ballen. We hebben nogmaals die kleine erectie wel als we... Oh ja, dit is ook fantastisch. Dit is ook fantastisch. Even terugspoelen. Wat een kutkeeper. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Nice. Courtois, jij wordt echt zo... Tering hard verkocht, is echt niet te doen. Maar oké. Neymar, nog wel even lekker 3-2. Even gewoon voor het goede gevoel. Creëren we nu de 3-2 in de 27e minuut. Pardon. Betekent dat we wel gewoon goed druk zetten. Del Piero hier zo korte hoek. Linkerbeentje rechts. Hij kan alles. Joh, die Del Piero een beetje koud. Periando. Gaan we gelijk door naar Lucas. Lucas met zijn linkerbeentje. Doet hij ook wel even lekker. Dat laat alleen maar zien. Time je hem echt goed. Dan gaat het gewoon hartstikke goed. En dit was dus nog 's avonds. Dit was dus onze 20ste win. Gingen we 20-1. Gaan we gelijk even lekker door naar de volgende pot. En de volgende pot was tegen Alexandro Skriniar, Handanovic, goede keeper trouwens. En Lampard, nog niet eerder gezien. Zeker ook niet de 90 versie. Shaqiri, Aubameyang natuurlijk weer. Die het Premier League op de mandkaartje. Die natuurlijk kaart overpowered is. Hier zien we lekker de vrije trap. Timed finishing Del Piero, maar Handanovic, goede redding, eerlijk is eerlijk. Kanté met een lekkere dribbel, we dribbelen lekker in tegen PFC. En uiteindelijk zien we dan ook Del Piero, die draait ook weg. En ach, dames en heren van de jury. We kijken even naar de jury en ja, die geeft er toch weer een 10. Ongelooflijk, wat een lekkere goal, dames en heren. Hier maakt hij een fout, we kijken van Neymar staat, de backs die slapen, die stappen niet. Neymar krijgt hem hier met kapot veel geluk mee. Maar oké, die goals tellen ook 2-0. Del Piero, loop eens even door. Klasse, nice. Lucas, komt-ie. Gaan we even doen. Ja, een beetje, ja, zo, een beetje achterstand mee. Ja, een beetje terug. En ja, dit is wel een hele knappe goal. Dit is wel echt een hele knappe goal. En dan gaan we dus... deze tegenstander gaat race quitten. Ik zal het alvast verklappen. En dan gaan we dus 21-1. Dames en heren, ik moest 's nachts moest ik weg. Dat heeft met privéomstandigheden te maken. Ga ik niet te veel over in. Maar... 3:15 was ik weer thuis. Dat betekent dat ik nog 8 potten moest. De zon komt op. We hebben er zin in. We moeten nog 8 potjes. Het is nu 5 uur, want we hadden nog 8 potten tot 8 uur de tijd. En ik wilde alle tijd nemen die ik nodig had. En Al Nasser, die was mijn tegenstander. En ik was nog redelijk slaperig. Ik was niet heel erg scherp. Misschien had ik een inkompotje moeten doen. Maar daar gaan we. Varane stapt gelijk schandalig. Betekent ook dat we een goede tegenstander tegenkomen. Let er nu op met de keeper, Suarez, binnenkant paal, 3e minuut, 1-0 achter. Dat is pijnlijk. Maar oké, we geven niet op,
En er komt hier Neymar, Del Piero, korte hoek, ook binnen kapaal. 1-1. Lekker. Goed voor het zelfvertrouwen. Gaan we door naar de 53ste minuut. Een overtreding. Ik deed eigenlijk niet veel dan eigenlijk alles tegen hem aanlopen. Maar oké, maakt niet uit. 54ste minuut. 2-1 achter. Super kut. Wat moeten we doen? En we merken dat we helemaal geen grip hebben op de wedstrijd. Ik speel gewoon schandalig slecht. Seedorf met een fantastische paas op Seedorf. En Seedorf op Seedorf was niet helemaal de bedoeling. Maar een fantastische paas op Seedorf. Echt een fantastische goal in zal ik hier zien. Het lukte echt niet, jongens. Ik weet niet of ik slaperig was. Ik weet niet of ik niet goed was. Oh man, ik zie het ook terug. En ik moet gewoon spontaan ook wel een beetje janken. Ik word er emotioneel van. En ik ging weg. Want ik dacht, oh, en het gaat zo slecht. En wat moet ik nu? En daar gingen we dus. 21-2. Maar nog niks aan de hand. Kom op. Elite 1 kan nog. En toen gingen we onze volgende wedstrijd in. Tegen TPC. En dacht, nou Frank, kom op. Hè. En weet je dat. Maar dan merkte je ook al. Kijk, dit is zo slecht verdedigd. Want speel je tegen een tegenstander met twee spitsen. De enige paas die hij kan geven is naar zijn andere spits. Die looplijn moet je eruit halen met je verdedigers. Maar dat doet Frankie niet. Nee, Neymar. Die moest eerst even die bal aannemen en daarna schieten. Maar dat lukte ook niet. En toen moest ik weer huilen. Was ik weer emotioneel. En het is echt allemaal super kut. En ik ben hartstikke zielig en zo. Maar oké, we proberen dus de aanval. Proberen we hier op te pikken met Ben Yedder. De keeper schiet hem al gewoon gelukkig goed weg. Waardoor we nog 1-0 achter staan. En dat kan van alles nog gebeuren. Godin. We krijgen een corner tegen. Maar Godin gaat lekker in de aanval staan. FIFA, fantastisch spel. Kooppunt. Het kan nog. Neymar. De bal op Del Piero. Kom op. Er is nog hoop. 49ste minuut. Wat gaan we doen? Kunnen we hem terugleggen? Ja, Lucas. En dan schiet hem naast. Fout getimed ook. Dus dan kan je zelf blamen. Hier, Del Piero. Schiet hem tegen het been aan. Het zijn kleine dingetjes. Maar puntje bij paaltje om gewoon deze samenvatting van deze wedstrijd eigenlijk een beetje weer te geven. Het ging gewoon van geen kant. En hier zie je dan, volgens mij is het Salah. Of Son, een van de twee. Die deze bal nog inschiet. Ik ging van de opstelling wijzigen. Er moest wat gebeuren. En uiteindelijk deze man die ging dus kaart gewoon een beetje heen en weer. Je kent het wel. Gewoon een beetje de cornervlag opzoeken. Een beetje heen en weer pasen. Dan weer terugkappen. Ja, het was echt fantastisch. Hier is heel balletje weer terug. Ja, weet je, ik kan die bal ook niet afpakken. Dus dat maakt het ook al helemaal compleet. En ja, ik was echt zo ongelooflijk klaar mee. Ik vond het zo verschrikkelijk. Maar toen dacht ik, oké, het is nu 5:30, 6:15. En ik ben helemaal op tilt. Het is 's ochtends. En ik heb er gewoon zo geen zin meer in. En ik moet toch. Ik heb 3 potjes verloren en ik wil Elite 1 halen. Maar ik speel slecht. What the fuck moet ik doen? Nou, we gingen gewoon door. We gingen een klein tukje doen van een half uurtje. Echt, deze ochtend was echt niet te doen. Ik keek weer bij mezelf. Nou, hij gaat nergens over. Maar oké. We komen 1-0 voor tegen Cyborg. Ik weet niet of die Cyborg heet. Maar als ik Cyp zie, dan denk ik gelijk aan Cyborg. Komt uiteindelijk op een goede goal van hem. Komen op 1-1. Spannend potje. 31ste minuut. Ik heb een beter team. Ik moet het ook laten zien. Neymar lekker weer met skill dribbel. Gaan een kleine paas naar Mahrez. Terug op Neymar. En toch lekker time shooting. Oranje. Prima. Goed genoeg. Staan we 2-1 voor. 57ste minuut. Neymar. Laat me zien, jongen. Laat me zien. Even balletje op Del Piero. Doet het goed. Doet het goed. Dat is een lekker goal. En hier zo staat Mahrez ook helemaal vrij. Nou, doe even een mooie actie. Een kleine balrol. Waar verwachten we dat hij niet in gaat? Ja, prima. Neymar. En dit is wel geluk. Want er staan wel aardig wat mensen voor. Maar uiteindelijk dan toch. We hebben de overwinning te pakken. Oké, prima. We hebben nog steeds 3 verloren. We moeten nog een paar potjes. Dus Elite 1 is nog steeds in het zicht. Nu komen we tegen deze man. Met Pelé, Ben Yedder, Neymar, Mahrez. Ja, het is gewoon een heel goed team. Laten we eerlijk zijn, jongens. Het is gewoon een hartstikke goed team. Deze schiet hij in 1 keer. Onderkant lat. Met Ben Yedder uit de aftrap. Maar ja, de aftrap glitch. Hij is uit FIFA, zoals EA ook al zei. Hartstikke fijn dat ze die glitch hebben gepatcht. En dus doen wij uiteindelijk ook nog hier lekker scoren binnen Kampaal. Nee, aftrap goals worden in dit potje ook wel flink gemaakt. Is echt verschrikkelijk. Uiteindelijk staan we 1-1. En vanuit de aftrap van de tweede helft scoort hij de 2-1. En jongens, begrijp het niet verkeerd. De aftrap goal, ik scoor hem ook af en toe. Maar ik vind het gewoon verschrikkelijk dat hij nog steeds erin is. Maar oké, de 2-1. Daar vanuit het aftrap weer de 2-2. Het is gewoon aftrap glitch. Dit is weer de aftrap trouwens. Hij heeft wel balverlies. Waardoor ik in balbezit kom. Ik weet niet of dat nog steeds geldt als de aftrap is. Laten we gewoon lekker zeggen van wel. Kunnen tenminste een beetje lachen. Hier is Del Piero. En hij verbleef met zijn keeper. Ik blijf rustig. En ongelooflijk rustig bleef. Kwam waarschijnlijk door Tukkie. Maar we scoren 3-2. Hartstikke lekker. Coutinho. Snelle draai. Fantastisch schot. Gewoon legitimate. Goeie goal. 3-3. 72ste minuut. Del Piero. Geen aftrap glitch. Daarom liet ik hem nog even zien. Maar oké. Ja, deze goal. Ja. Ik kan zeggen dat het hartstikke mooi is. Goed getimed. Chapeau. Maar het slaat gewoon nergens op.
dat je van bal van achter krijgt en dat je hem uit de draai nog in de kruising schiet. Maar oké, ik zou het nog ineens meer proberen. Maar oké, 92e minuut. We hebben de laatste aanval en ik time hem goed met Mahrez. 4-4, hartstikke veel geluk. En we kunnen nog een verlenging eruit slepen. Nou, mensen, gaan we nog hopen. Kanté doet iets geks. Hier is Del Piero, goed aangenomen. 5-4. Dat is even lekker. Had ik niet verwacht. 104e minuut. Mensen. Oh mijn god, die El Tornado, die is niet te verdedigen. Ik wist, want hij heeft het al 3 keer hiervoor gedaan, die El Tornado. En zit nu alleen met zijn zusje. Dan word ik gek. Aftrap. Nou, moeten jullie eens raden, beste mensen, wat er nu gaat gebeuren. Ik denk geen aftrap glitch. Ik denk geen aftrap goal. Dus, we doen die bal op Del Piero. Hij schiet hem erin. Moet jij eens raden wat ik ga doen. Ja, dat is meer dan terecht. Want de shush kun je gewoon lekker terug. Maar hele shush tot de middenlijn. Ik heb de middenlijn net niet gehaald. Maar oké, was toch wel even lekker. In de laatste minuut krijgt hij nog een aanval. En je gelooft het niet, lieve mensen. Je gelooft het niet. El Tornado natuurlijk niet. Ik verdedig hem. Dus, dit was wel een close call trouwens. Maar we hebben uiteindelijk deze pot gewonnen. Hartstikke lekker. Gaan volgens mij uit mijn hoofd 23-3. Wat betekent dat we nog 3 potjes... Nee, 24-3. Nee, 23-3. 23-3. Dat betekent dat we nog 2 potjes moeten winnen. Nee, meer. Maar dat is heel slecht rekenen. Maar tegen deze beste man, die heeft mij vaak tegengekomen. Die stuurde me ook al vaker berichtjes. Ook toen ik vorig jaar tegen hem speelde. En deze beste man, die komt gewoon goed op 1-0 voor. Dat is een goede actie. Schiet uiteindelijk op de lat. Rebound is die voor hem. Hazard. Ik blok hem hier zo. Uiteindelijk krijgt Matthew die bal weer Hazard. Ik blok hem weer. Krijgt hij hem alsnog lekker mee. En schiet hij de 2-0 binnen. Jullie kunnen begrijpen, in een ochtend dat ik echt niet zo goed met me ging. Dat ik eigenlijk weinig slaap had. Dat ik nu al een klein beetje op tilt was. Maakt niet uit. Mahrez, die is wel gewoon hartstikke fit. Want ik heb een conditiekaartje gegeven. Samen we op 2-1. Ja, dat is gewoon dikke porno. Denken we nog, moet nog lukken. En dan komt dit. Kondogbia, goede paas op Son. En het is gewoon een hele goede aanval van deze beste vriend. Uiteindelijk scoren we nog wel met Martial de 3-2. Maar het mag niet baten. Baten Borisov. En we verliezen deze pot. Wat betekent dat we 4 wedstrijden verloren hebben. En mensen, we gingen dus van 21-1 s'avonds na een hele korte nachtrust. Waardoor ik eigenlijk met spoed naar het ziekenhuis. Niet voor mezelf hoor, daar niet van. Maar we moesten naar het ziekenhuis. En daar hebben we dus. Daardoor hebben we dus niet zo lang geslapen. En uiteindelijk. Ja, we hebben dus 4 potjes verloren. En dan moet ik zeggen, ik heb geen enkele wedstrijd niveau gehaald. Wat jullie in de vorige video wel zagen. Daar ging het echt supergoed. En het is geen excuus voor mij om te zeggen, nou daardoor heb ik slecht gespeeld. Want ik was gewoon, ik was echt, echt, echt heel erg slecht. En dit potje winnen we gelukkig nog wel. Je ziet hier echt een mooie actie van Del Piero. Verdedigend was ik ongeduldig. En dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Wees geduldig in het verdedigen. Niet te veel happen. Zeker als je tegen 2 spitsen speelde. Wat ik heel vaak deed. Wat ik heel vaak moest. Deze wedstrijd, volgens mij wordt het ook nog 5-2 inderdaad. Kanté. En dit is dan de 5-2. En uiteindelijk, wat jullie dan ook zullen zien. Hij gaat reeds kwitten. En nu staan we dus 25-4 uit mijn hoofd. Als ik het goed zeg. Ja, dit is de 25e pot. Mensen, 25-4. Ik heb er ook echt geen woorden voor. Ik weet het, ik heb een korte nachtrust gehad. Ik probeerde wel echt gewoon mijn tijd te nemen. Door 's ochtends gewoon lekker een bak koffie te nemen. Even te ontbijten. En toch gewoon even die potten te knallen. Het was zo slecht. Ik speelde zelf gewoon heel erg slecht. Er is geen goede reden voor. Ik kan vertellen zeggen dat ik vertraging had. Of dat mijn tegenstanders veel beter waren. Dat waren ze ook in dit geval. Mijn tegenstanders waren ook veel beter. Laat gewoon maar zien dat ik gewoon niet mijn niveau kon halen. Wat ik op de vrijdag, zaterdag en zondag wel gehaald heb. Wat betekent dat we gewoon moeten accepteren dat het gewoon kut is gegaan. We gaan de laatste paar potten. Die hadden we nog wel een klein beetje het ritme terug voor mijn gevoel. Maar, lieve mensen, donderdag komen we gewoon met de rewards video. Dan gaan we hopen dat we wat goed spekken. Ik ga weer kaart oefenen met Division Rivals. We zitten nu in Divisie 1. En dan moeten we even een beetje in de ranks een beetje omhoog komen. We hebben ook leuke rewards. Dat zou helemaal top zijn. En dan gaan we volgende week gaan we gewoon weer ons best doen, jongens. Want meer kunnen we niet doen. En dan hopen we dat we zo hoog mogelijk eindigen. Ik wil jullie zeker heel erg bedanken voor de support van de afgelopen dagen. Dat je weer gekeken hebt, vind ik ook super tof. Je kan je zeker nog abonneren als je dat niet gedaan hebt. Doe ook zeker even dat duimpje omhoog. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Kusjes voor jullie leuke mensen. Geniet van jullie dag en doe je best op school.
Want school is heel belangrijk.